Meneer Dijkgraaf, de abortusboot nadert Marokko. U hebt vragen gesteld. Ja, wij zijn daar niet voor. Het mag duidelijk zijn dat de SGP tegen abortus is. Wij vinden het triest dat in dit land 30.000 kinderen gedood worden. Maar we vinden het al helemaal triest als dat ook nog eens een keer een exportproduct wordt naar een land wat gewoon duidelijk een andere mening, wat ons betreft een betere mening heeft. Morgen ben ik in Marokko om de Nederlandse abortusboot te verwelkomen met een groep vrouwen die daar actie voeren. Dat Marokkaanse vrouwen ook toegang hebben tot abortus. Hè, abortus is iets waar je niet makkelijk voor kiest. Het is een zware beslissing om zoiets te doen. Als je besluit dat je dat nodig hebt, dan moet dat veilig kunnen, ook voor vrouwen in Marokko. Het liefst zouden wij abortus verbieden, maar als er dan abortus plaatsvindt, hou je dan in ieder geval aan de zorgvuldigheidseisen. En het mag niet zo zijn dat zo'n abortusboot die een vergunning heeft, een Nederlandse vergunning heeft, dat die in andere landen dit exporteert en zich dan niet aan de eis houdt. Ja, helaas zijn er nog veel landen ter wereld waar vrouwen niet zelf over hun eigen lijf en hun eigen gezondheid kunnen beschikken. En waar ze aangewezen zijn op illegale abortusklinieken, vreselijke praktijken waar veel vrouwen per jaar aan sterven of permanent onvruchtbaar raken. En GroenLinks vindt dat het een vrouwenrecht is om overal toegang te hebben tot een veilige en een betaalbare abortus. Als dat in het geval van die individuele vrouw noodzakelijk is. We hebben ook gevraagd of er subsidiestromen zijn van de Nederlandse overheid. Ik ga er vooralsnog vanuit dat dat niet zo is. Maar dat willen we ook graag 100% zeker zijn dat de overheid in Nederland niet meebetaalt aan het exporteren van dit beleid naar het buitenland. Wat wij zeggen is dat vrouwen wereldwijd toegang moeten hebben tot goede medische dienstverlening als zij in een noodsituatie zitten en zwanger zijn.